Ik ben Paul Stevens en dit is mijn team. Ik werk sinds 25 jaar voor de firma Rousselot en ik doe de coördinatie van de 5 laboratoria binnen Rousselot. We hebben 1 fundamenteel research laboratorium hier gevestigd in Gent. En dan hebben we nogmaals 4 applicatielaboratoria. Rousselot is een gelatinefabrikant en behoort tot de Nederlandse Vion groep. Binnen Vion Ingredients zijn we dus een business unit van gelatineproducenten, waar wij gelatines produceren van verschillende origines. De 2 projecten die we gedaan hebben samen met het HAS en met Liane en met Vera waren vooral georiënteerd naar het ontwikkelen van nieuwe producten, maar ook een nieuw type gelatine. Vera heeft bijvoorbeeld gewerkt aan een nieuw type emulgerende gelatine met sterk emulgerende eigenschappen die we dan uiteindelijk gevalideerd hebben in een model zoals de mayonaise. Mayonaise waar het ei in feite de emulgator is, die hebben we weggelaten en op die manier zijn we toegekomen om een eivrije mayonaise te maken met dezelfde textuur en dezelfde structuur. Liane hebben we dan gewerkt naar een nieuw confiserieproduct, een nieuw zoetwarenproduct. De typische Turkish Delight die misschien voor jullie bekend is, waar je dus een product hebt met een heel zachte textuur, totaal verschillend van de welgekende Haribo gommetjes, waar in feite de Turkish Delight essentieel wordt gemaakt met zetmeel. Beide projecten waren een echt succes en daarom zijn we ook heel tevreden in feite van de samenwerking met de HAS, die in feite heel veel ondersteuning geeft aan zijn eigen studenten en mee de begeleiding doet. En op die manier denk ik zijn we samen tot een prachtig resultaat gekomen.